Volgens justitie is een terminale zieke 45-jarige man 870.000 euro schuldig. De man zou al het geld hebben verdiend op de zolder van een flatwoning aan de Jacob van Kamplaan door middel van een hennepplantage. Als het aan de burgemeester ligt, wordt de beeldschermenproef uitgebreid. Oorspronkelijk zou de proef alleen op zaterdagen in de maand maart worden toegepast. Nu zullen ook de eerste drie zaterdagen van april aan de proef worden toegevoegd. Hilversum Noord is opgelucht. Eindelijk krijgt het Bonnekenplantsoen, wat tussen station Mediapark en het Johan Cruijffkoord in ligt, een opknapbeurt.